We zijn aangekomen bij muzikale omlijsting in deze uitzending. Ik wil u vragen om richting de vleugel te gaan. Want de heer Jan-Antonie Bruin, de voorzitter van de Eerste Kamer, heeft een speciaal lied geschreven voor ons. En zal dat nu ten gehore brengen. Dus succes. Januari begon nog hartstikke fijn. Nieuwjaarsrecepties, borrels en veel glaasjes wijn. Het nieuwe jaar lachte ons tegemoet. Van ochtend gloren tot in de avond gloed. Ons landje lag er zo enorm gelukkig bij. Toen werd het maart en kwam er plots dat virus aan. Met al die zorgeloosheid was het toen gedaan. Het ging om onze vrijheid, dat was naar haar. Want juist daar raak je in Nederland een snaar. Het werd een diepe strijd tussen veilig en vrij. En nu mogen jullie allemaal meezingen, mensen thuis ook. Dat was 2020. Dat was 2020. Goed zo, mevrouw. Dat was 2020 voor mij. We staan nu aan het eind van dit bijzondere jaar. Het was ontzettend vreemd, het was ontzettend raar. Maar wat er ook komt, we gaan vol goede moed 2021 tegemoet. Na alle ellende straks hopelijk weer vrij. En elke goede morgen Nederland hoort daar natuurlijk bij. Gaat ie weer? Dat was 2020. Dat was 2020, dat was 2020 voor mij. Nou, applaus. Ook namens de kijkers. Nou, mooi. Ik wilde vragen, hoe kijkt u richting 2021? Hoe gaat u het nieuwe jaar tegemoet? 2021 moet het jaar worden waarin corona weer gewoon een biertje is en waarin Donald weer gewoon duck is. Kijk, bijzonder.